Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag een keer met een treinbaan in mijn woonkamer. Ik heb regelmatig de vraag gekregen, rijden ze ook daadwerkelijk nadat je ze gerepareerd hebt of aangepast hebt? Dus ik heb een aantal treinen die ik de afgelopen tijd gerepareerd heb neergezet. En in de poging ze te laten rijden. Als eerste, ik heb een hele tijd terug hun Roco NS 2210 trein gerepareerd. We hebben hier staan met drie wagons erachter. Hij klinkt nog steeds als een koffiemolen. Daar ben ik nog een beetje mee bezig. En de wagons hebben de neiging om te ontsporen omdat het gewoon heel slechte rails is. Maar hij rijdt wel. Zodra die op een wat rechter stuk is, zal ik er iets meer stroom op zetten, iets meer gas geven. Mist die natuurlijk niet ontspoort. En omdat die de wagons blijven ontsporen, doe ik het nu een rondje zonder. Er zit een bepaalde terugkerende zoom in die ik nog niet helemaal kan vinden, kan plaatsen. Ik denk dat het is hoe de decoder de motor aanstuurt. Het meeste van het geschraapgeluid is er wel uitgegaan met een heleboel olie. Verder. Ja, als de rails een beetje op zijn plek ligt, ik heb een paar ronden kunnen rijden met de wagons erachter. Maar dat zit er nu op dit moment even niet in. De volgende trein is de koploper. Hij heeft geen antislipbanden, dus hij gaat een heleboel heren door de bochten heen. Maar dan heeft hij een neiging om te ontsporen. Ook zie ik dat ik in deze app moeite heb om de lichten te doen. En ik ben tegen het probleem aangelopen dat het ofwel de binnenverlichting werkt of de voorverlichting werkt. Waarschijnlijk omdat de weerstand van de verlichting, de kop en het sluitseinen veel hoger is dan de binnenverlichting en er iets in de aansluitingen niet goed zitten. Dus die moet ik nog eens een keer helemaal na gaan lopen. Hij had het probleem met de koppelingen, dat ze te strak op elkaar zaten. Dat is grotendeels opgelost, alleen de locomotief heeft nu nog te strakke draden rondom de koppeling, waardoor dat hij een van de treinstellen in feite van de rails aftrekt. Een andere die aan bod is gekomen is weer een Lima. Het is de 1601. Hij klinkt echt als een Lima. Hij heeft aan de voorkant verlichting. En ik hoop dat dat hier op de beelden te zien is. En hij kan. Hij heeft maar aan één kant verlichting. En het is ook de bedoeling dat deze voor de dubbeldekker komt te hangen. En het liefst ook dus maar één kant op rijdt. Deze Lima heeft een probleem wat ik ook bij andere treinen heb gezien, dat het voltage om hem aan de gang te brengen soms wat aan de lage kant is. Dus dat hij de motor niet gestart krijgt. Hij blijft vrij lang proberen, maar hij komt niet in beweging. Dus wat dan het beste helpt is er een klap tegenaan geven. Ik wil dus het startvoltage van die motoren ook omhoog gooien, zodat de eerste aanzet meteen hem in beweging brengt. Het kan dan zijn dat hij wat schokkeriger optrekt, maar liever wat schokkeriger optrekken dan helemaal niet. Dat is echt eentje om in te programmeren. Dan hoef ik hem niet voor opnieuw open te maken.
Volgende locomotief is een BR-43. Het grootste probleem van deze locomotief is en was dat hij valschade heeft en zijn frame verbogen is. Ik heb hem zo goed mogelijk geprobeerd aan de gang te krijgen, maar hij heeft nog steeds erg veel moeite om door bochten heen te gaan vanwege dat de wielen van de locomotief niet helemaal goed uitgelijnd zijn. Ik verwacht dat deze met name gaat dienen voor onderdelen, gezien de tijd die ik erin gestoken heb en het resultaat dat eruit gekomen is. Maar hij rijdt voorwaarts en soms ook terug. Alleen, ja, de verschillende wielproblemen zorgen dus ook voor dat contact met de rails regelmatig verloren wordt. En dat als je over wissels heen rijdt, het resultaat nog wel eens wil zijn dat hij er vanaf vliegt. Een restauratie die een stuk beter is gegaan is de locomotief die bij de BR-43 meekwam. Het is een NS 4815, dus een 4800 serie. Deze had met name last van hele smerige wielen, gebrek aan smeer en redelijk wat problemen met de stroomoverbrenging van de locomotief naar de tender. En omdat de motor en de decoder in de tender zit, krijg je dan het probleem dat alleen uit de tender twee wielen de stroom moet oppikken in plaats van in een ander geval alle tien de voorste wielen. Nu dat opgelost is met wat extra draden, loopt die redelijk goed op deze rails. De lichtste zouden moeten werken. Ik kan ze op dit moment denk ik alleen niet aanzetten vanwege de beperkte app die ik gebruik om een heleboel aan te sturen. Hij loopt. Hij klinkt nog niet heel erg goed, maar het is wel een locomotief die ik vermoed nog uit de jaren, misschien in de jaren 90 is. Het is in ieder geval een oudje. Dus voor zijn leeftijd doet hij het best prima. Er zit een lensdecoder in, die zat alleen toen ik hem erbij kreeg. Die gewoon nu geprogrammeerd is. Ook het start, de aanzetvoltage is verhoogd. Hij kan op zich dus wel langzaam rijden. Maar heeft die extra boost nodig om op gang te komen. En ja, ook deze kan achteruit rijden. Ergens heb ik ook nog een keer een hele set aan Pico, Relion en Deutsche Bahntreinen gekocht. Eens kijken. Eentje staat nog niet goed op het spoor. Oh, dat was bijna een botsing. Met deze treinen was niet heel veel aan de hand. Ze zijn voorzien van een decoder als dat er nog niet in zat en op een paar plekken nog wat opgeknapt met verlichting. Dat was wat stottering van de hele installatie. Deze twee, even kijken, hiermee kan ik mooie goederentreinen gaan samenstellen mocht ik dat willen. Ik merk wel dat de qua snelheid er nog wat aan te fine-tunen valt. En sowieso de eerste die er nu aankomt, heeft heel wat dingen die op zijn dak ontbreken. Die heb ik al bijbesteld. Daarvoor moet ik hem eigenlijk helemaal uit elkaar gaan halen om ook alle oude restjes eruit te halen. Zo. Kijken of ik ze geparkeerd krijg. Dat zou het zijn. Prachtig. Ik had heel graag ook mijn wissels elektrisch gemaakt, zodat ik nu redelijk makkelijk twee nieuwe treinen in de baan kon brengen.
Maar het moet nog handmatig. Zo. Er moet nog zijn een Pico Deutsche Bahnen, deze. Gaan we dat werken? Nee, dat is... De Pico Deutsche Bahn. Die reageert niet. Kijk, dit is een trein die prima kan rijden voor een dubbeldekker van Deutsche Bahn, maar ook een goede verdienste heeft gedaan. Het enige probleem met deze was een pantograaf en het is een vrij goedkoop model, wat nu ontspoort vanwege de kwaliteit van de rails. Dit model is vrij goedkoop en dat hoor je ook op de manier waarop dat hij rijdt. De binnenste bochten zijn voor veel van deze treinen net iets te veel van het goede. Laat staan die alle binnenste bochten die veel te scherp zijn voor bijna alles behalve kleine goederen treinen. Dus ik heb hem even op de buitenste bocht lopen. Hij maakt wel herrie. Misschien dat nog wat meer smeerolie erin gooien dat nog wat tegen gaat, maar het is een goedkoper model. Ik merk het ook op de manier van overmaken. Je haalt de buffers van de voor- en achterkant eruit en dan komt de kap eraf. Wat toch opmerkelijk is, op zijn minst. Dan ben ik heel benieuwd. Ik heb nog een Duitse baan daar staan. Welke zou het zijn? Region, region. Het zou toch deze moeten zijn? Jawel. Kijk eens aan. Deze Deutsche Bahn heeft hetzelfde probleem als de andere. De bovenkant ontbreekt het een en ander aan. Ook daar heb ik onderdelen voor liggen, maar moet ik er nog op zetten. Ik kan hem niet door laten rijden, want dan wordt het een grote gevaarhoop. Maar ik kan hem wel de andere kant op laten rijden natuurlijk. Deze klinkt veel beter dan de andere. Heeft nog wat last van de rails. Dat is de meeste treinen. Het is niet de moeilijkste trein die ik hier heb rijden. Dat is toch echt de NS1000 serie. Die is zo verschrikkelijk dat je weet dat je baan goed is als je die aan de gang kunt krijgen. En ik ga er ook nog op zetten. Die zal pas veel ons geworden. Je weet wanneer je baan goed is als je een Roco 1000 serie rondje kunt laten rijden. Deze locomotief is aangepast zodat hij het überhaupt doet. Aan de voorkant zit normaal een koppeling en een baanschuiver met, die open is. Die koppeling is afgehaald, helemaal verwijderd, zodat de voorwielen niet meer ontsporen. De baanschuiver is er nu ook af, daar moet nog een nieuwe komen en de verlichting moet nog gerepareerd worden. Die onderdelen zijn onderweg. Met moeite rijdt hij op de kleine baan een rondje. Hij ontspoort nog wel bij de zwabber achterin. Maar weet zichzelf elke keer tot op heden terug de rails op te zetten. Deze treinen waren in het echt niet de snelste. En dat is ook te zien in dit model. Deze gaat ook niet heel erg rap. Dat was de zwabber. Zo. Dit is zijn topsnelheid. Het is een stuk lager dan wat je ziet bij andere treinen. Een ander heel groot project waar ik mee bezig ben geweest is de Fleischmann Sprinter. Deze bestond uit twee sprinters, één motorwagen, één dummy achterstel. En de
om wat voor reden dan ook, zet hij ineens op snelheid 0. Misschien omdat mijn telefoon op standby ging. Deze Sprinter is voorzien van twee motorwagens nu. Beide zijn aangereden. Er lekt nog wat licht uit de voorste bak nu. Dat is iets wat nog beter zou kunnen. Verder zijn de wielen ontzettend smerig met alle gevolgen van die. Maar als ik de goede app zou hebben, zou ik ook de front- en sluitverlichting kunnen laten zien. Die werkt tegelijkertijd met de binnenverlichting. De hele trein rijdt vrij soepel. Maakt niet zoveel herrie als andere van de projecten. En eigenlijk ben ik hier erg tevreden over. Ik heb hem zo gebouwd dat in elk van de treinstellen een eigen decoder zit. Dus samen, het is een decoder plus motor. En in feite zou je hier een dummy stel aan kunnen hangen. Of iets anders configureren dat je twee dummies gaat rijden. Daar is hij op zich sterk genoeg voor. Aangezien ik op dit moment geen dummy heb, heb ik het wel zo gebouwd. De trein met onderdelen uitkomen had vrij veel lachbeschadiging. Die trein die is ook met die beschadiging doorverkocht. Ik hoop aan iemand die handig is met verven en die er misschien een vlaanflip van heeft gemaakt. Wat ook heel erg leuk zou zijn. Wat hebben we nog meer op stapel liggen? Volgens mij is dit het meeste van de afgelopen tijd waar ik echt aan heb gewerkt. Wat er echt op beeld staat en wat ook uitgezonden is. Er ligt nog een hele grote stoomlocomotief waar ik aan bezig ben. En verder heb ik voornamelijk dingen uit elkaar gehaald om te laten zien hoe ze in elkaar zaten. Het is de afgelopen tijd erg rustig geweest met het kanaal. En dat komt omdat ik bezig ben geweest met mijn kerstboom. Een project waar heel wat uren ingegaan zijn. Het is een kerstboomverlichting van 960 LED's. Die allemaal aangestuurd worden door middel van een computer. Zodat er allemaal leuke mooie patroontjes op zijn. Ik zal daarvan een link ook in dit kanaal zetten. Mocht je houden van mijn gebrekkige Engels. Heel veel lampjes, veel stroom en lelijke kerstbomen. Dan kun je daar in ieder geval kijken hoe dat ding gemaakt is. Ik hoop binnenkort weer met regelmatige afleveringen te komen. En dus eigenlijk weer de boel op te gaan starten. Dus ik hoop dat je het leuk vond om een keer de treinen in werking te zien. Zij het af en toe met horten en stoten. En bedankt en tot de volgende keer.